En vanochtend heb ik het ontbijt laten brengen. En ik zie het al hangen. Buiten. Ontbijt. Eens kijken wat ik kreeg aan mijn huis. Haha, Anna's ontbijt. Dat is het enige wat ik echt ontbijtje voor besteld heb. Want gewoon broodjes. Want we hebben nog wat koelkast. Weer een leuk dingetje. Anna, wil je niet komen kijken welk ontbijt jij krijgt? Hier, croissantjes en chocolade. Hier heb ik een kastje. Komt over achter, dan heb ik een bed aan de deur. Komt het hier door en neer. Harde broodjes, lekker harde broodjes. En hier, blablabla, harde broodjes. En Anna krijgt een choco, een yoghurtdrankje. Confituur en capricorn en een chocoladebroodje en een rozijnenkoek. Oké, Anna, en wat gaan we vandaag doen? De ponies, dus we hebben nu eerst gepoetst en gereden, zoals altijd. Ja. En nu gaan we de ponies versieren. Oeh. En nog meer als anders. Dat was iets met lintjes en vlechtjes, maar nu krijgen we allemaal flashy dingen. Ja. Voor een rit door het park, zoiets. Ja. Oké, okay, en het eindresultaat van de schitterende ponyversiering? Hier hebben wij allemaal roze en deze blauwe gangen. Oh. En de achterkant, en hier hebben we in ons licht een paarse gangen. En de achterkant, mama, ga maar kijken. Oeh. Een flashy blauwe staart. En dan schitterend. Voordat we door het park gaan met ons mooi versierde pony. En nu de wandeling aan het maken. Door het park. En hierna moeten we jammer genoeg afscheid nemen van de ponies. Maar ja. Rana gaat niet winnen. Nee, jawel. Deze is trouwens nog een keer door en met haar prachtige versiering. Wauw. Echt, state of the art. Blijkbaar ook off-road. Jee. Jee. Ik heb honger. En we zijn nu ook, we gaan nu af en de rug. Oeh. En naar beneden toe. Oeh, amai. Val jezelf de kant. Van de berg. En er waren net zo mensen en die waren zo. Oh, je hebt die paarden, kijk hoe mooi de shirt zijn. Oeh, kijk die staart en zo. Precies unicorn. Welke mensen van, oeh, die rijden zonder zadel. Ja. Ja. Maar op stal is recht. De vuurtoren. Dat is niet echt. Oeh, dat is niet echt. Een echte vuurtoren. Nee. Een boom, dat is oh, kijk, een waterhuis. Nee, een beek. Een waterbad. Oh, Dora. Bijna ja. Dora doet mij in de beek. En de laatste wandeling terug naar de wei. Dan zit het er weer al op. Oh. Ik dacht dat we het paard gingen wegdoen, de pony. Ja, maar dan moeten we het even, mochten we het even
een paar anderen meenemen voor de ponyritjes die er ook zijn. Ah. Jammer genoeg kunnen wij er zelf niet op rijden. Ja, ik je kunt dat niet. Proberen, kunnen misschien wel met je benen aan de grond. Maar ik zocht niet. Dus ja, we komen al proberen. Onze laatste avond. Mijn soepje is al op. Mijn vorige. De zalm was weer allemaal op. Ze zijn slim geworden vandaag. Vorige keer was het te blad op ontbijt. Maar zonder iets om erin te doen, heb ik zelf een banaan in stukjes gesneden. Nu stonden er marshmallows en lange dingen in zo'n haast. Ze hebben geleerd. Pannenkoeken nu Anna is lekker laaggezicht kroketjes gaan halen met pannenkoeken en warme kersen. Een geweldige combinatie. Ik heb zoveel rare dingen. Ga je die warme kersen ook op de kroketjes door? Ah ja, dat is een goed plan. Misschien straks. Oké. Okay. Smakelijk. Oeh, ga. Mijn handen. Dat is zo warm.